Hallo. Ik ga vandaag even een hele snelle look doen. Eigenlijk niet veel, want ik wil eigenlijk gewoon echt niet veel doen met poeders en zo. Ik heb behoorlijk gepoederd. En ik ga eigenlijk nu de basisdingen verder laten zien. Dus wat ik nog meer doe. Wat ik nog meer doe. De eyeliner pen en de oogpotloden en zo. Hoe ik dat allemaal ga aanbrengen. Want ja, ik zeg wel steeds dat dat standaard is hoe ik dat doe. Maar ja, ik laat dat eigenlijk nooit zien. Ja, eigenlijk ga ik ga vandaag niet veel doen. Ik ga het vandaag heel licht houden, heel natuurlijk houden. Ik vind het wel goed eigenlijk een beetje. Wat ik op mijn ogen ga doen is van Essence de Eyeshadow Primer 2 in 1 Long Lasting. Ik zit de hele tijd tussen deze en die van Catrice. Ik vind deze heel fijn. Ik vind die van Catrice heel fijn. Deze gebruik ik de laatste tijd heel erg veel. Van Catrice gebruik ik ook de laatste tijd heel erg veel. Ik vind beide producten echt fantastisch. Dus ja, goed. Ik kan daar niet tussen kiezen. Als het ene op is en ik zie ze niet meer, dan pak ik het andere. Dus ja. Ja, dus beide heel erg fijn. Dus ik gebruik de Eyeshadow Primer in de kleur 02 Nude Rose. Het is echt, er zijn volgens mij twee kleuren. Ik doe met mijn vinger aan maar een beetje. En gewoon alleen maar een beetje hier zo. Ik wil niet veel doen. Dit druk ik ook weer een beetje uit zo. Ik wil de kleur vandaag een beetje lichter natuurlijk houden. Door eyeliner op, dat wil ik vandaag een beetje zo houden en niet echt veel. Niet echt veel doen. Dat vind ik wel goed zo. Ik doe ook al highlighter op en doe ik al die andere dingen. Dus ja, heel gewoon een dag. Eén keer in de zoveel tijd wil ik gewoon eventjes niet oogschaduw doen. Dus ja, goed. De oogschaduw die ik wel ga doen, die pak ik even van de palet. Die ik de laatste tijd heel erg standaard heb, is deze. De I Love Makeup Revolution Chocolate Elixir. Het is deze, of het is de roze. Dat kan ik, tussen beide kan ik niet kiezen. En dan pak ik de neutrale de kleur coconut. Kokosnet. Coconut. En die doe ik op mijn ogen. En that's it. Meer doe ik er niet aan op dit moment. Vandaag even niet. En die doe ik als basis op mijn ogen. Gewoon even helemaal zo. Kijk. Gewoon natuurlijk houden. Zo natuurlijk mogelijk houden. Vind ik vandaag wel even heel erg leuk. Dat doe ik eigenlijk niet veel meer sinds dat ik make-up hier begonnen ben. Doe ik eigenlijk altijd full face make-up. Doe ik nog steeds wel veel, maar vandaag heb ik er gewoon even geen zin in. Vandaag doe ik zo'n dag van, nu heb ik dit klaar. Dan pak ik mijn eyeliner, bruin, van Essence, Long Lasting 03 bruin heet die. En dan doe ik eyeliner aanbrengen. Dicht bij de wimpers. Zo dicht mogelijk bij de wimpers. Heel soms gaat hij heel erg breed en heel soms gaat hij heel erg goed. Maakt mij gewoon af en toe ook helemaal niks uit wat ik doe. Nou, zoals jullie weten aan mij, ik doe nooit echt een ring. Dus ik laat hem altijd een beetje zo aflopen. Eigenlijk meer omdat ik dat mooier vind. En dat is persoonlijk. Kijk. Wings kunnen heel mooi staan. Bij anderen vind ik dat vaak heel mooi. En kijk, heb je het feestje ervoor? Ja, natuurlijk is het er mooi. Heb je fotoshoot? Ja, natuurlijk is het er mooi. Ben je 16, is het heel erg mooi. Maar ja, ik ben geen 16 meer. Een volwassen mevrouw. Ook als ik mezelf niet als mevrouw, ben ik wel. Weet je, ken je dat? Ben je in de winkel en zeg, mevrouw, kan ik u helpen? Oh ja, wacht even. Ja, ze bedoelt mij. Weet je, dat is zo raar gewoon dat ik dat helemaal vergeet.
Tuurlijk bedoelt ze maar. Maar ja, die overgang is gewoon heel raar. Dan pak ik de zwarte oogkloot van Essence. En die doe ik hierboven. En dat laat ik jullie nu ook zien. Want dat heb ik in het begin wel een paar keer laten zien. Maar goed, dit zijn van die producten. Zodra ze al beginnen te raken, dan koop ik ze echt meteen in de winkel. Want dit zijn echt mijn standaard producten. Zo. En dan de witte oogpotlood. En die doe ik dan hier op de waterlijn. Want ik doe nooit meer zwart op mijn waterlijn. Of bruin. Vind ik gewoon niet meer mooi bij mij. Zal vast misschien wel weer een keer een feestje aankomen dat ik denk, ja, vind ik leuk. Maar ja, vind het bij mij niet echt mooi staan. Dit is de mascara W7. En dan doe ik aan de bovenkant eerst. Dus doe ik altijd de haartjes eerst naar beneden. En daarna duw ik ze omhoog met een mascara borsteltje. Niet heel erg duwen natuurlijk, want anders krijg ik dit wat ik nu heb. En de onderste wimpers. Help! Kom. Nog een keer extra eroverheen zo. Dus even goed zijn. Mooi zijn. Deze kant ook. En dan omhoog. Zo. Zo. En de onderkant. En daar is iemand de hele tijd berichtjes aan het sturen naar mij. Ik hoor de hele tijd. Maar ik heb er geen zin in. Dus ik ga nu even lekker nog geen antwoord geven. Dan pak ik nog heel even deze kwast. Met wat er nog aan zit, ga ik hier overheen. Te zorgen dat al het mascara een beetje weg is. Zo. En dan pak ik de Dynamite Highlighter Power. Die ga ik over de... Dat is deze. In de kleur Big Bang heet die volgens mij. Die ga ik hier overheen doen, over de contour heen. Breng ik ook aan met het contourborsteltje. En zachtjes, hè, niet te hard. Want dit is ook glans. Maar ik wil echt een beetje meer sizzle. Vandaag. Een beetje. Zo, ja. Ja. Zo. Meer hiervan wil ik niet. En dan gebruik ik de hele mooie highlighter. Dragon's Heart. En ik heb hem weer terug in het doosje gedaan. En Dragon's Heart is echt mijn favorietje. Is echt zo mooi. Ik ben er echt zo blij mee. En dan begin ik eigenlijk met die hele lichte lijn die erin zit. Die pak ik. En die druk ik af. Pak ik mijn spiegel erbij. En die doe ik hieronder. Heel zachtjes. Gewoon iets glans. Ik hou het vandaag zo zacht mogelijk. Met de glans. Zo, en dan de binnenkant van mijn ogen, mijn ooghoekjes, doe ik ook, maar dan moet ik even mijn toonkwastje hebben, doe ik even met deze. En ja, pak ik ook die hele lichte van. En doe ik hier. Deze kant ook. Ja, gewoon met mijn hele zoontje zo. Dan heb ik nog mijn ogen zo. Ja. Dat is eigenlijk alleen maar de Dragon's Heart die ik ga gebruiken. Dan gebruik ik. De rest van de highlighter is van Mua Undress Your Skin. Heet die. Undress Your Skin heet die.
En dan pak ik de highlighter. Dat is de highlighter dus van mijn... Dan pak ik hetzelfde kwastje wat ik net had. En dan ga ik hier overheen. En dat heb ik af en dat doe ik zo. Op het bot. Ik vind hem zo mooi. Ik vind hem zo mooi. Echt. Ik ben er zo blij mee. Met deze. Net zoals die hele lichte lijn in Dragon. Dragon zwart. Ik vind deze echt heel mooi. De andere kant zien we bijna niet. Maar geloof mij, hij blinkt. De mijn neus. Puntje voor mijn neus. Oh, even dit aftikken. Puntje voor mijn neus. En dan een brug, heel iets in het midden. Tussen mijn ogen. Zo. Heel goed afdeppen als je dit doet. Heel zachtjes, bijna niet rakend. Neem hier. En dan bij de... Natuurlijk bij de lippen. Cupid's Ball! Ik vind het zo'n mooie naam. Zo. En een beetje op je kin. Wow! Ik zei een beetje op mijn kin. Niet zoveel. Ja, zo. Dat is een beetje veel. Zo. Ja. Oké. Okay. Iets zachter. Deel, ik ben aan het filmen. Wat is er? Als je het zo meteen doet, als ik klaar ben, dan vind ik het goed. Ik hoef alleen nog even mijn lippen te stiften. Mag ik mijn kleur? Bah, 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 bah. Even wachten. Nee. Voor mijn lippen gebruik ik I Love Makeup Revolution lipstick in de kleur Neptune. En die doe ik op mijn lippen. Ik had gezegd dat ik heel fel zou gaan, maar ik denk dat ik hem heel zacht ga. Misschien moet ik wel iets feller overheen, deze. Want volgens mij Essence of Ethos. Er staat een E op, maar ik weet dat Essence dat doet. Ik weet dat Ethos dat ook doet. En die heet Blush My Lips. Dus ik weet echt niet meer of deze van Essence is of van Ethos. Die is heel erg hard roze. Ik moet mijn telefoon niet hebben, mijn spiegel hebben. Komt omdat ik net iemand hier had. Dat doe ik aan de binnenkant van je lippen. Bovenkant doe ik eigenlijk niet mee. Ik zeg alleen dat er glans naar is. En voor de rest niks. En dan pak ik deze weer. Essence Glow Setting Finishing Spray. En dan ben ik klaar. Dit was mijn look. Dus tot de volgende keer weer dan. Doeg!